voordat jullie deze vlog gaan kijken, heel erg leuk nieuws. Morgen zeker over kijken, want dan hebben we een heel speciaal nieuwtje. Voor de rest verklap ik nog niets. Dan zien jullie morgen, maar eerst heel veel genieten van deze vlog. We weer naar huis toe. Hey. Hoera! In de auto. De babybuik. Weer uit. Ja, maar we gaan nog niet. Wauw, en dat licht spouwen. Exact. Lekker eten smaken. Lekker spelen en de spel. Terug naar ons bed. Zullen we nog paard? Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Het is vrijdag 26 februari. 'S morgens rond de klok van 8:30. Ja, het is weer zoals je ziet. Opruimdag, we hebben heerlijk 7 dagen genoten hier bij Landal de Lommerbergen in het mooie Limburg in Ruiven. Maar nu is het toch echt de tijd om weer rond 11 uur uit ons huisje weg te gaan. Hier staan weer 2 tassen. En Lux die ligt nog even hier voor de kindertv. We hadden vanochtend nog een open haardvuurtje aan, en Lux. En Woezel en Pip. Ja, en daar is mijn wederhelft. Hey schat. Dit is de was voor thuis. Nou, dan ga ik maar even de eerste tassen kreunen voordat het ontbijt komt. Kijk, vandaag weer gezellig met ons. Lekker, Luxie? Ja. Aardbei. Aardbei? Ja. Dus je gek op aardbei? Ja. Gaan we vandaag weer naar huis? Ja. Mama, zie je ook aardbeien lekker? Dus je legt de aardbeien ook lekker, ja. Mama ook. Mama ook, ja. We gaan nog ietsje weten. Ja, doe maar netjes je bed dichtklappen. Doe maar netjes. Laat maar eens zien, kerel. Of voor de vrienden. Gantje, kun je maar beter niet lezen, hoor. Nee. Ja, maar mama. Nee, hoor. Mama. Ja, zo. Mama. Dat is inderdaad zo'n soort busje, wat wij ook hebben. Maar die hebben hem echt een schepper. Leuk, wat grappig. Er staat toch nog wat leuks in de krant. Eet, maar... Had je toch gelijk. Trop de vlinder. Ja. Weet je dat niet een beetje? Wat wil jij erop? Zo. Hagelslag? Oosta. Ik ga... De gekleurde of de chocola? Ja. Chocola. Op je hand kan je hem zien, hè? Ja. Dat is waar. Zo, gaan we nog even snijden. Wacht, Napel. Niet snijden. Niet? Ja, ik moet zien. Het is lastig eten, hè? Kijk, dan kun je hem lekker eten. En jij, wat wil jij erop? Jam, hagelslag. Hagelslag. Thuis gaan we wel weer aan de melk en het water, hè, jongens? Met de Christie. Maar waarom drinken ze dit dan? Ja, dat is bijna. Mam, ik drink vlees niet zo vaak. Ik doe altijd vlees. Jij hebt chuderans? Ja. Ja, jij ook. Jij hebt ook chuderans? Flesje chuderans? Oh, het staat de camera op. Jullie stellen het flesje chuderans. Flesje chuderans.
Luan, die kan het zelf, jongen. Als u. Kijk eens. Mes erbij. Ja. Nou, papa is zo klaar. Ik met pakken, dan kunnen we eten. Ja, gaan we lekker eten. Ja. Papa dan al in te pakken? Ja, papa die is al bezig met de tas in de auto. Ja, hij heeft niks. Zoals even kijken. Kijk, hier hebben we uitzicht. Dit was trouwens ons werkkamertje met alle elektrische apparatuur. Kijk, daar komt hij aan. Hé, hey, staat het er al in? Ja? Al met een bakje. Al wat handig. Ja. Kom je eens anders een broodje eten? Ja. Toppie. Weet je? Ja, straks. Mama. Ja. Soms ga ik met deze broek aantrekken, maar dan ga ik door mijn gat bij de knie. Ja. Gelukkig wordt het lekker warm. Achterbak zit vol. We hebben alleen zakjes koffie. Ik heb niks. Maar goed, als je zin in koffie hebt, smaakt alle koffie. Sterke koffie, zeker. Ja. In ons heerlijke boshuisje. Want we hebben een heerlijk boshuisje hier gehad, jongens. Dat is wel lekker, hè? Zo in het bos. En dan 's ochtends wakker worden. Kijk, dat is wel grappig, want wij slapen hier. En als ik dan 's ochtends wakker word, kijk, lag ik zo in bed zo. En dan word ik wakker. En dan is dit het uitzicht. Kijk, daar. In het bos. Kijk je zo. Hier heerlijk de natuur in met opkomende zonnetje. Dat gaan we wel missen. Dat gaan we wel missen. Ik bedoel je kopje koffie. Mevrouw. Ja. Oh, ja. Ja, absoluut. Maar dat is echt een camperbus. Ja, die gebruiken we. Oh, Jan en jullie van Rijmen reden we de camper onbezorgd als wij. Sindsdien regent het boetes uit Frankrijk. Oh ja? Boetes? Reden zijn. Dit is een krokken. Ja, deze bij ook. Ja, met een mekkoor. Ons camperbussie. Kom maar, even drinken. Ons camperbussie. Lekker shootje voor mevrouw. Ja. Ja. Voorzichtig, hè? Twee ventjes. Er waren nog gekookte eitjes voor. Ja, die zijn nog niet gekookt. Oh nee, dan nog bakken. Maar niet, hè? Bakken? Ja, hè? Als je er thee nog hebt, staan. Ik heb er thee nog bij. Omruilen. Niks. We gaan nu echt ontzettend vrij kunnen maken met de bagage. Dit zijn de schilderdozen. En de geschilderde stenen. En dit kreeg nog van die events. Mooie naambordjes. Die steen. Die YouTube-steen. Ja, die mooie YouTube-steen. Die lag van de deurmat. Die lag van de deurmat. Namens Maud en Amy en Jip. Heel erg dank. Deze verder nemen we al mee. En dit kregen we nog van die events. Lieve snoepjes. En natuurlijk dezelfde schilderde stenen van gisteren. En alles vers. Maar ik kan hier nog net even lekker mijn eitjes bakken. Ik heb wel zin in een stevig ontbijt natuurlijk. Net zo'n lange reis terug dan zonder je moet voeren. Even een mesje. Oh, hey, de ene dag denk je. Ze zijn zacht. En vandaag zijn ze hard. Is hij hard? Oh. Ah, ik heb hem misschien wel eentje in de koelkast liggen. Nee, die koelkast die waren ook hard. Oh. Ja, liever zeker een gebakken ei. Alleen wordt het geen gebakken ei, maar gewoon lekker koude ei. Tatoeage opzetten bij je hand. Een tatoeage. Maar niet op mijn hoofd, dat ziet er niet mooi uit. Wel een nep tatoeage. Ja. Die komt beter af. Wie wil die vlinder? Ja, dat is goed. Kom maar. Lucilla wil ook de vlinder. Die gaat op mijn handje. Handje. Die gaat op het die handje in mijn hand. Ja. Kijk, je doet hier. Even kijken. We hebben hier een nat sponsje. Is koud? Nee, is warm. Niet heet? Zo. Even laten liggen, Luxie. Zo. Deze hand? Ja. Oké. Nou, dan gaat hij. Nee. Hoppatee. En dan maken we hem nat. Dan moet je drukken. Dan moet je wrijven.
Een beetje drukken. En dan? Eén, twee. Wauw. Kijk. Een beetje tippen. Ja, kijk eens. De vlinder. Die is mooi. Luxio? We gooien de vaatwasser nog even de laatste keer vol. En dan kan die draaien. En dan is de vaat ook weer schoon. Hoezo, Pipje, gaan we weer naar huis toe? Jullie hebben hier ook wel je plekje gevonden, hè? Hoezo ligt hier achter? Hé, dat was wel een lekker plekje zo, hè? Ja. Nou, we eten nog even lekker een appeltje. Op de bank in het zonnetje. Piep, piep. Piep, piep. Ik hoor een piep, piep, Lucilla. Waar komt dat vandaan? Ja, jullie hebben het gisteren niet meer in de vlog gezien, maar gistermiddag hebben ze nog dit huisje gemaakt. Dit is een huisje wat ik had meegenomen van thuis en dat kun je dan vouwen. Die heeft Luan helemaal zelf in elkaar gezet. Hallo? Is hier een klein meisje in huis? Hey, Luxie. Luxie past er precies in, hè, Lux? Ja, maar ik ben een beetje groot. Ja, je bent net iets te groot. Dit is echt Luxie's formaatje. En is hier nog een ander deurtje? Kijk, daar heb je nog een raampje. Koekoek. Koekoek. En we hebben nog een... dit is de grote deur. Kijk, dit is de grote deur. Hier komt ze uitgekropen. En wie zit er nog meer altijd in jouw huisje? Pipje. Pip, hè? Pip heeft in het huisje geslapen zelfs. Pip, die heeft er gewoon in geslapen. Ja, mooi, liefie. Heel mooi, schatje. Wie zit er nu in het huisje? Oh, ze kijkt door het raampje. Kijk, ze door het raampje. Hé, Pippi. Oh, kijk ze. Uit het raampje. Oh, lieve Pipje. Spring ze eruit. Hé, uit het raampje. Ja. En het zonnetje schijnt weer heerlijk in ons gezicht. Ja, de meisjes. Hé, hey, Lucilla. Ik moet je wat laten zien. Ja, de sterren zijn altijd door de regen. Yes. Dat is jammer. Ja, ik moet je binnen. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nou is het toch niet erg. Pip zijn weer heerlijk in de frisse lucht. Ja, Lucia. Huh? Nou, één kastje. Nou, die zijn dus daar. We moeten vandaag wel een beetje, we moeten wel alles inpakken vandaag, want vandaag is de dag, man, dat we weer naar huis gaan. Ja, jongen. Ja. Ja, we gaan weer. Het is einde vakantie. Ja. Maar we hebben nog een weekendje thuis. Ja. Heel bijzonder. Mm. Hoera! Kijk, het regende helemaal. Maar, nou ja. Ook wel weer goed voor de natuur. Nog even een lekker stukje appeltaart. Die stond er in de koelkast. Maar dan hoeft hij niet in de tas mee in de bus. Huh? Ik zeg, geniet van het lekkere laatste stukje appeltaart, mama. Dan hoeven we dat niet mee te nemen in de bus. Dan zit onze heerlijk vakantieweekje er alweer op hier, lekker in het bos. We hebben echt een hele fijne vakantie gehad. Even lekker tot rust kunnen komen, kunnen chillen. Voordat weer een hele bijzondere week gaat beginnen. Gaan jullie morgen al zien, maar ik laat je nog even in spanning. Terwijl wij het hele huisje hebben opgeruimd, zijn de kinderen nog lekker aan het buitenspelen geweest. Die hebben echt heel erg veel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt hier op het park. Ook heel leuk om te zien dat gewoon lekker hier in de voortuin alle kinderen lekker kunnen spelen. Maar ook lekker in de speeltuin hebben ze met heel veel kindjes gespeeld. En nu is het echt tijd om te gaan en afscheid te nemen van alle kindjes die ook op het park zijn. Waarmee ze de hele week hebben gespeeld. En we gaan eens even kijken of ze al in het autootje of het bus in onze bus zitten. Met alle bagage. Maar... we gaan nog niet helemaal naar huis. Maar dat gaan jullie zo meteen zien. Want we hebben voor de kinderen nog een leuke verrassing. Maar ik ga eens even kijken of alles alweer is ingepakt. Hi, kijk. Hé, hey, Luxie. Zit jij alweer? In de auto. Kijk eens. Ja, liefie. Ja, Woezel en Pip zitten er ook alweer in. Die denken, ja, we hebben ons plekje weer gevonden. Oh, kijk eens. Wat zijn jullie aan het doen? Mijn kanaal kijken we. Even kijken. Oh, ik zie niks, jongens. Kijk, laat eens even kijken, jongens. Lucilla. Kijk dan. Wat is dit nou weer? Hebben we gewoon YouTube in de auto? Dit eigenlijk is het een soort tablet. Oh, wat grappig. Je hebt ook al apps. Papa heeft een nieuwe radio in de auto laten maken. Zoals jullie nou, afgelopen vlogs hebben kunnen zien.
Er zitten ze. DVD spelen en iPad. Ah, een achteruitkijkcamera, hè? Zit er ook een. En daar hadden ze dan een DVD'tje erin laten zetten. Ik denk dat wij vandaag gaan sturen. Ja, dit ziet er wel leuk uit. Maar je kunt niet een YouTube-filmpje gaan kijken terwijl je aan het rijden bent, natuurlijk. Nee, helemaal. Maar het is wel een heel leuk idee. Ja. Luxie? Ja, papa rijden. Ja, papa gaat rijden. Ja, laten we dat maar doen. Nou, het zonnetje komt nog door de bomen heen. En we gaan weer zo op naar de verrassing. Maar dat weten ze nog niet. Dat gaan we ze zo meteen vertellen. Het huisje is helemaal uitgepakt en wel. En ik denk, ik laat je nog eventjes de buik zien, zoals die nu is. Kijk, dit is de babybuik. Ben nu, volgens mij, we moeten even goed kijken, in 23 weken zwanger. En het gaat hartstikke goed met de babybuik. Dus die verstoppen we hier weer onder. Nou ja, verstoppen, je kunt hem goed zien. Weer naar beneden. En we gaan nu nog eventjes lekker op het park spelen. Want straks hebben we nog een verrassing voor de kinderen. Want dan gaan we nog lekker pony rijden op een manege die hier tegenover het park is. Dus dat is nog heel veel leuk voordat we weer terug gaan naar Swollywood. We moeten nu het huisje uit, want ze gaan nu daar met de schoonmaak weer het huisje helemaal schoonmaken. Maar we hoeven nog niet van het park af. Dus we gaan eerst nog even lekker spelen op het park. Dan misschien nog even een speeltuin, lekker buiten nog wel leuke dingen doen. En ze hebben hier ook een manege. Met ponies. Niet op het park, maar wel bij het park. Dus dan gaan we straks ook nog kijken bij de ponies. En misschien gaan we een pony rijden. Vind je dat leuk, Luxie? Ja? Ja, maar dan gaat wel iemand aan een touwtje vasthouden. Ja, je mag wel iemand aan een touwtje vasthouden. Dus voordat we naar huis gaan, gaan we eerst nog lekker pony rijden straks. Goed, maar we moeten eerst nog even op het park wachten. Want de ponyrijdenles is pas vanmiddag. Dus we gaan eerst nog even lekker spelen hier. Goed? Of bij het speeltuintje. Ja, we gaan zo nog lekker naar het speeltuintje. Ja. Dus we hoeven nog niet in de auto te zitten. Nee. Dus kom er maar weer uit. Yay. Het is ons gelukt. Het huisje is helemaal leeg. Uitgepakt en wel. Alles zit in ons bussie. We zeggen bungalow 507. We hebben van je genoten. Zeker. En adieu met een deur. Ja, maar we gaan nog niet naar huis. Nee. Inmiddels zijn we even naar de speeltuin gereden. Ja. Gaan we daar even lekker spelen. En misschien is nog wat te doen. Nou ja, kinderen hebben eigenlijk helemaal niks nodig, want die speelt er net wel genoeg. En kijk, Boes een pipje mee. En kijk, hier kunnen we nog even lekker gaan spelen. Jongens, kijk, dat is wat boffen met het weertje. Kijk dan. Hebben we nog een zonnetje, papa? Hebben we nog een zonnetje? Kom, jongen. Kijk, en daar is de speeltuin alweer. Op de kinderen te wachten. Heerlijk, jongens. Nog even lekker genieten, hè, zo, met het weertje. Ja, de honden hebben er ook zin in. Hier is de Bollo Club en de kinderboerderij. Gaan we hier eerst hier eens even kijken. Luxie, wat zie je daar? Oh, dat is de Pauw. Goedemorgen, Pauw. Laat eens even je mooie... Ja, doe maar even open. Wauw, en dat licht. Kan je even vliegen, Pauw, voor de vlog? Maar niet. Nee, hij heeft hele erg lange veren. Zie je dat? Oh. Oeh. Dat is Pauw, hè? Ja. Kijk, de Bollo Club. En wat gaan we maken? We gaan het spaarpotje maken. Een spaarpotje? Met? Ja. Slijm! Slijm, ja! Met foam is dat, hè? Het is een klein spaarpotje. Je kunt hier kun je centjes in doen. Ik heb een konijntje. Je hebt een konijntje. Nu wil je eens een vorstje maken. Met gele oren. Ja. Jongen? Gezellig. Dat is een luxe. Luxie, ons konijntje is klaar. Zie je dat? Ik doe een centje erbij. Nee. Goed zo. Papa, wat ben jij dat doen? Lucilla heeft deze mooie uil van mij gemaakt. En dan maak ik hem even af met de grijze wenkbrauw. Lucilla, ik vind hem heel mooi geworden. Het is een hele slanke uil. Nee, dikke vind ik. Een dikke uil. Nou, duifjes, ik zeg, eet smakelijk, hè? We mogen hier weer nog even heerlijk picknicken in de Bollotuin met een lekkere tosti. Dit gaan we wel missen, hè? Dit gaan we zeker missen. Papa, voor je bord. Kijk, Luxie, die is er al bijna. En even lekker spelen in de speeltuin.
Nou, we zijn klaar hier met de speeltuin en we gaan nu op naar de Venetian. Naar de paardjes, hè? Ja. Naar de paardjes. Dag. Zeg maar dag, dag. Dag. Maar hallo, paardje. Hi, paard. Hallo. Die is lief, hè? Doe mijn ei over het neusje. Heel zachtjes. Hij is groot. Ja, zo'n groot paard. Oeh, die heeft ook mooie benen. Zie je dat? Hele mooie. Oh, die andere die kan er net niet bij. Maar die denkt, hé, ik wil ook. Wij zijn hier op de manege tegenover het landbouwpark. Het heet de Killers Manege. En hier hebben ze hele leuke paardjes waar Luan en Lucilla en ook Luxie, als ze daar zin in heeft, een klein ritje op mogen rijden. Hebben we het weertje mee, ze zullen zien? Dus we gaan eens heerlijk even kijken bij de paardjes. Het ruikt al helemaal naar de dieren. Deze paarden zijn iets te groot voor onze kinderen. Dus we hebben mini paardjes voor Lucilla, Luan en Luxie. Kunnen we wel beginnen? Dan Luxie, zeg maar dag paardjes. Jullie vinden jij die ook mooi? Kijk, hier is de manege. Kijk, hier zijn de paardjes klaar. Oh, mooi, Alex. Hier, die is mooi. Oh. Ach, ze rent er meteen heen. Hallo. Hé, hey, die is lief. Dat is de kleinste pony, dus ik denk dat we hier dus de kleinste dame op gaan zetten. Oh, Luxie, wat lief. Dat is leuk. Papi, ja, tillen. Vind je dat spannend? Ja, dat dacht wel een beetje. Een andere haar. Hey, hallo, wat ben jij mooi. Je hebt mooie kleuren, zie je? Dat is een goede vraag. Oh, Luan kijkt er even onder. Ja, gewoon even kijken. Het is een Indiaantje. Een beetje in elkaar komen. Kijk. Wacht even. Blauwtje. Fun and Entertainment. Ja. Kijk, Sil, mag jij op Vinnie? Ja. Wauw. Super stoer, Lucilla. Zo, die ben je knap. Ja, dat klopt. Dit is een groot hoofd. Zit aan de binnenkant. Kijk, ze vertelde net, het paardje heeft een melkkorfje om. Omdat anders het paardje plantjes gaat eten onder de rit. Waar hij een beetje ziek van kan gaan worden. Dus vandaar dat hij even een melkkorfje. Dus het paardje heeft geen corona, zei ze. Er zitten ook gaatjes door, ja. Ik heb wel ook zo'n kakje, daar kan ik s'avonds niet in. Ze zeiden ze zijn vrij te krijgen. Ja, ik kan hier staan in komen. Ik kan maar die s'avonds ook. Ja, en Luxie die vindt het een beetje spannend, dus ze gaat daar niet even heen. Dus Luan die mag lekker op dit paardje. Hé jongen, die is ook mooi hè, deze. Ja. En Danielle is heel goed met kinderen. Ze heeft de Luxie een strik gegeven. En ze vindt het een beetje spannend. Wauw! Ja, ja, super. Nou, Luan ook een mooie cap op. Dat is lekker, jongen. Zit te genieten. En dan hebben we ook nog dit weertje erbij. Dat is lekker. Ja, heerlijk. En Luxie vindt het een beetje spannend, dus die blijft gewoon lekker bij papa op de tafel. Je maakt best onderweg een keertje afwisselen. Ja, dat is goed. Nou, we krijgen even te horen hoe we kunnen wandelen. Danielle die komt hier natuurlijk vandaan, dus die loopt met ons mee. En die weet precies de route wat we gaan wandelen met die ponnetjes. Ja, Luxie die vindt het gewoon een beetje te spannend, jongens. Dus die wil echt niet op het paardje. Dus die gaat gewoon lekker bij papa op de arm, kijkt ze mee. En dat komt vanzelf wel als ze wat ouder wordt. Kijk, hè, daar komen de paardjes aan. Zie je dat?
sneeuw op zijn nek? Ja. Hobbelen, hobbelen, hè? Hobbelen, hobbelen. Over het zandpad. Terug naar ons Bessie. Waar de boerin met Woezel en Pip op ons wacht. Nou, Ruiterloon, hoe gaat ie, jongen? Gaat ie goed, Lu? Ja, helemaal. Ja? Dat lukt ze? Ja. Zullen we dag paardjes? Dag paard. Dag paard. Volgende keer wil jij ook een paard, hè, als je wat groter bent? Ja. Ja, dan wel, hè. Zeg maar, doeg. Nee, ik zie je achter je. Zo, Luxie. Hey, ik zie achter jou een heel klein kerkkapelletje. Kijk eens. Wat een schattig kerkje, hè? Zie je dat? Heel klein kerkje. Klein kapelletje. Leuk, hè? Een kapelletje. Ja. Ja, even pauze, paardjes. Ook mooi. Luxie. Luxie zei al, papa is mijn paard, maar op de nek. Even pauze, hoor. Geniet van het mooie landschap. Wat is het hier toch mooi? We gaan Limburg wel missen, hè, kinderen? Ja, nou zeker. De mooie ja, is echt heel mooi. Even bijkomen, hè? Ja, oh, liefje. Maar jullie doen het goed, Lulzilla? Oh, thanks. Ik niet eens. Jullie zijn echt goede ruiters, hè? Ja. Heb je wel pijn in je billenband? Ja, even rekken strekken. Ja, en daar is het alweer. Ik zie daar ons blauwe busje alweer staan. Maar was al wel leuk, hè? Ja hoor. We moeten nog een bochtje om. Ja. Oh, een ander bochtje. Oh. Misschien een ander blauw busje. Nou, zullen we weer gaan, Luxie? Oké. Zeg maar, let's go. Dag, mooi kapelletje. Laatste wandeling wandelen met de paardjes en het mooie uitzicht over het Limburgse landschap. Gaan wij zo weer lekker ons busje in en gaan we weer lekker naar Zwollywood, naar huis om daar alle spullen weer uit te pakken. En hebben we morgen een hele speciale vlog voor jullie. Misschien wel een van de speciaalste vlogs die we tot nu toe, hebben gemaakt. Maar dat gaan jullie morgen allemaal weer zien in ons nieuwe avontuur wat ons weer te wachten staat. En we kunnen niet wachten om dat morgen aan jullie allemaal te gaan vertellen. Maar dat gaan jullie morgen allemaal zien. Hè, Luxie? Ja. Nu gaan we eerst zo lekker de paardjes weer terugbrengen naar de manege. En lekker met ons busje naar huis, naar Zwollywood. Wow. Dat is een groot paard, hè? Ja. Luxie, volgende keer durf je ook wel een paardje, toch? Dat niet. Nee, niet op een grote, op een babypaardje, toch? Ja, ja. Want dan hoef je ook niet te wandelen, dan kan je lekker zitten. Niet je ook niet. Ja hoor, zo'n heel groot paard. Ja. Nou, wij lopen weer lekker terug naar de manege, jongens, en leveren de paardjes weer in. Dan gaan we op naar huis. Ja. Vond je het leuke vakantie? Ja. Ja, hè? En paarden nog. Ja, paardjes, hè? Ja. Ja. Daar ook paardjes. Ja, daar ook paardjes. Ja, overal paardjes. Ja. Mama! Kom, even lopen. Goed zo. Goed zo. Jullie kan heel goed lopen. Nee, daar staat ons busje weer. Hey, Stella. Kreeg je ook een mooie pellen... Nee, een mooie pukstrik? Oh, en voor Lu al een mooie pellenpet. Twee voor ook voor de baby. Ah, dat ben je niet. Nou, nog even de paardjes terug op stal zetten. Want dat is natuurlijk ook iets wat erbij hoort. Paarden op stal, kijk. Luxie, vaar, hou erbij. Kijk, en hier gaan de paardjes op stal. Nou, gaan de paardjes weer rusten. Kijk, ze een mooie pet, mama. Die heeft ze voor de twee broertjes gekregen. Oh, kijk. Twee broertjes. Ja, voor de baby in de buik en voor Luan. Voor de baby in de buik. Kijk eens, twee jongens, twee meisjes. Heel leuk. Hij heeft de cap. Ik. Ja, en we gaan naar. Nee, voor. Nee, weg. Oh, daar moet je wisselen. Ja, die heb ik van Danielle gekregen. Kijk maar eens, een echte pellen. Kunnen jullie thuis een pellenshow spelen? Hé, wat zeg je dan? En Luxie, zet die voor jou eens op. Luxie, jouw streek. Zet eens op. Ja, en voor babybroertje. Leuk.
Heel leuk, Danielle. Bedankt voor het leuke aandenken. En bedankt voor die heerlijke rondrit. Graag gedaan. Nou, staat het paardje veilig op stal. Bedankt voor de mooie rondrit. Oh, 94. Wil je het hekje weer dichtzetten? 94. 1994? Ja. Zullen we dag, paardjes? Doe het zien, een oud paardje. Ja. Nou, dit was onze heerlijke ritje met de paardjes hier door het Limburgse landschap. Dankjewel ook Danielle van Landa natuurlijk, die ons superleuk heeft begeleid deze hele vakantie. En wij gaan lekker weer op naar huis, op naar Zwollywood, zoals papa altijd zegt. Vond je het nou weer een leuke video? Doe even de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje en we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen! Tot morgen! Tot morgen! Tot morgen! Tot morgen! Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.